na de fysieke toestand hadden jullie natuurlijk een vragenlijst. Wat viel je op? Hans Klok op de fiets. Nu blijft het stil. Ik denk, nou, je kletst. Serieus, dit is een geintje. Oh, zo. Nee, ik heb hem volgens mij even een keer begrepen. Je moest dat soort dingen opschrijven. Ik had Hans Klok wel gezien, maar ik dacht gewoon, wat viel je op aan de groep, aan ons, aan de individuen. Heb je hem wel gezien en niet opgeschreven? Ja. Dat was wel even, toch even zuur. Dat ik dacht, huh? Ik heb zo vaak gehad in mijn hoofd dat ik denk van, achteraf, huh? Heb ik die vraag dan verkeerd gelezen? Dat is niet meer op alle handen van heel mijn familie te tellen. Echt, zo vaak gebeurt. En ik had dat moment weer. En dat is lang geleden dat ik zo'n moment had gehad. Dus dan baal je toch wel dat je niet goed hebt gelezen. Ja, ik kwam bij dat net voor dat benedenstukje. Ja, einde, zeg maar. Daar kwam hij met de fiets langs. Die Gunselaar, toch? Ja. Ja. Ja, ik dacht, dit is zo bijzonder. Ik baal als een stekker dan. En ik denk, jeetje, saar, je bent echt veel te veel met jezelf bezig. En totaal niet met wat daar om je heen gebeurt. Je bent totaal gefaald en dit is echt mislukt. Totaal.